ben Vinnie Bochnar, een 19-jarige jongen met als droom om profvoetballer te worden. Iedere dag werk ik hard om mijn doelen te behalen. En gelukkig is het niet onopgemerkt gebleven. Vandaag werd ik namelijk gebeld door de trainer van Fortuna Sittard. Hallo, spreek ik met Vinnie? Hey, ja, dat klopt. Dan bel ik de juiste persoon. Ik ben namelijk Danny Buis, de trainer van Fortuna Sittard. Oh, oké. Waarom belt u mij eigenlijk? Ik had namelijk echt geen idee waarom hij mij opeens belde. Onze scouts zagen jou laatst voetballen en wij vroegen ons af of jij morgen een proeftraining wilt komen doen bij ons. Oh ja, natuurlijk wil ik dat. Dan zien we jou morgen vroeg op het trainingsveld. Tot morgen. Dit is echt een droom die uitkomt. Na alle jaren hard werken en nooit opgeven is het mij eindelijk gelukt. Nou ja, eerst moet ik mezelf toch maar eens gaan bewijzen natuurlijk. Dus laat ik maar gauw naar bed gaan, voordat ik me dadelijk nog verslaap en te laat kom. Oh, goedemorgen. Vandaag is de grote dag dat ik mezelf mag gaan bewijzen. Dus laat ik maar meteen mijn tanden gaan poetsen. Ik moet namelijk over 20 minuten op de training zijn. Zo, dat is klaar. Oh, de taxi is er al. Oké, ik moet echt opschieten. Goedemorgen, waar wil je naartoe? Naar het trainingsveld van Fortuna Sittard. Oké, is goed. Nu ik onderweg ben naar het trainingsveld, besef ik me eigenlijk pas hoe belangrijk deze training wel niet voor me is. Jarenlang heb ik keihard gewerkt om profvoetballer te worden. En als ik het goed doe op de training, kan mijn droom misschien al gaan uitkomen. Oké, ik ben aangekomen op de bestemming en eens even kijken. Waar ligt het voetbalveld? Daar. Oké, laat ik daar maar snel heen lopen. De training begint namelijk al over 5 minuten. Oké, laten we maar meteen beginnen met een aantal oefeningen. Want op basis hiervan zal de trainer bepalen of ik een contract verdien of niet. En het eerste onderdeel is balcontrole. En dit ging ons al best goed af. Het was namelijk de bedoeling om in balbezit te blijven terwijl mijn medespelers de bal probeerden af te pakken. Maar ik bleef rustig en ik dribbelde letterlijk tussen iedereen door. De trainer had genoeg gezien en we besloten naar de volgende oefening te gaan. Wij bij Fortuna missen nog een specialist in de vrije trappen. En ik ben benieuwd of jij deze rol aan kan. Dus ik besloot de vrije trap te nemen en ja, vrije trappen zijn nog wel een verbeterpuntje. Dus we gingen snel door naar onderdeel 3 en dat was afmaken. En ik knalde echt iedere bal het doel in. De ballen waren onhoudbaar voor de keeper en zelfs de obstakels stonden mij niet in de weg. Danny Buis was onder de indruk en besloot dat we door mochten naar de laatste oefening. Bij deze oefening mochten we samen met onze ploeggenoten proberen te scoren in het doel. Op het begin ging het wat minder, aangezien mijn team en ik nog niet op elkaar waren ingespeeld. Maar na een tijdje verliep het al wat soepeler. Vooral met linksachter Remy Vita had ik een erg goede connectie. Hij gaf mij heerlijke paasjes waardoor ik gemakkelijk kon scoren. Maar toen riep de trainer mij. Hij wilde met me praten. Ik was zenuwachtig, bang dat ik niet goed genoeg was. Maar, oh mijn god, de trainer heeft mij een contract aangeboden. Mijn droom komt uit. Hij wil mij €6.000 per week gaan betalen. Dat is echt superveel. De trainer wil dat ik in 24% van de wedstrijden in de basis opstelling begin. En hij wil dat ik in die wedstrijden 69 dribbles voltooi. Oké, dat is echt lastig. Maar goed, ik ga natuurlijk akkoord met het contract. En ik ga gewoon mijn best doen om de doelen te behalen. Goedemiddag, hoe was de training? Ja, echt fantastisch. Ze hebben mij zelfs een contract aangeboden. Wat goed om te horen. Nu ik weer thuis aangekomen ben, ga ik meteen douchen. Want ik stink echt heel erg naar zweet. Zo, oké. Maar wat een fantastische dag was het vandaag. Ik heb gewoon mijn eerste profcontract getekend. Ik hoop echt dat ik mijn doelen kan behalen en zo goed mogelijk kan gaan worden. Laat ik trouwens ook wel meteen een dutje gaan doen. Die training was namelijk echt heel erg vermoeiend.